En Herodotus vertelt dit dus heel erg gewikst. Hè? Want hij zegt niet, hij zei dit en hij zei dat en dit, hij zei dat dat en hij zei dat dat. Hij maakte als het ware een soort verhaaltje van, een toneelstukje van, door de letterlijke woorden van Cambyses te gebruiken, de letterlijke woorden van Prexaspes en nu in deze paragraaf de letterlijke woorden van die heroud. Dus hij legt mensen woorden in de mond en daardoor maakt hij zijn beschrijving net iets levendiger. Hier heb je hem ook horen eipen, deze zij. En komt dus die heroud zelf aan het woord, ook weer met ego, ik. Nou, opopa komt natuurlijk van het werkwoord horao. Nee meneer, alsjeblieft niet van horao. Jawel, dat is een perfectum van horao. Je zou het niet zeggen, maar ons woord optiek komt daarvan. Dus ik heb gezien. Ik heb in het verleden ergens een activiteit ondernomen van zien en daardoor heb ik nou het resultaat in het heden als een toestand van het gezien hebben. Ik heb nog niet Smerdis, de zoon van Kyros, gezien. Hier ziet u weer, Smerdin, accusativus, ton. Dit wordt accusativus en zoon moet ik dan aanvullen, Cyrus. Ik heb Smerdis, de zoon van Kyros, nog niet gezien. Ex hotui, sinds Basileus is nominativus, Cambyses ook, dus die pak ik als onderwerp. Sinds koning Cambyses, es Aegypton, naar Egypte, Elasse opgetrokken is. Die heb ik nog niet gezien. Dat is dus verdacht. Maar, hoe weet hij het bericht dan wel? Nou, men staat natuurlijk tegenover dit de. En die de hoort bij die magos, maar de magier, houtos, tauta en etailato. De magier, die heeft tauta die dingen mooi aan mij opgedragen. Nou, en etailato is een pseudo-sigmatische augustus van tello. Zie je dan, hè? Tello, dubbele labda aan en etailato, dus die sigma verdwijnt, want daarom is die pseudo-sigmatisch. Nou, welke magier? Ton Cambyses, die Cambyses, epitropon, als opzichter, ton oikion, van het paleis, letterlijk van de huizen, ab edexe aangewezen heeft. Daar gaat mijn koekoeksklok. Ik weet niet of jullie die al gehoord hadden. Is het niet prachtig, meneer? Het is fantastisch. Ja, en Lara's team uit Dr. Chivago komt uit het speeldoosje. Genoeg gebabbeld, we gaan verder met Fas. Terwijl hij zei, en nu komt er een ACI, Smerdin ton Kyrou Einai, dat Smerdis, de zoon van Kyros, nou dan krijg je hem weer, hè? Accusativus lidwoord, accusativus Kyrou, de zoon van Kyros. Dat het Smerdis, de zoon van Kyros, degene was, Einai, ton. Hier heb ik degene die, nou, die heb ik dus als gesubstantiveerd participium vertaald, want epithemenon is een participium, degene die opgedragen had om tauta, om die dingen te eipen. Pai, en laat je niet verleiden met eipai. Ja, gewoon van eipon. Normaal gesproken Auristus uitgang zou ein zijn. Hier is die ai, omdat die in de Auristus vaak sai is. In de sigmatische Auristus. En bij eipon krijg je dus diezelfde vormen terug. Zonder sigma. Eipai. Die tegen jullie. Die dingen tegen jullie te zeggen. Dus het was de magier die Cambyses als opzichter van het paleis aangewezen heeft. Die, en dan krijgt hij extra nadruk, doordat Houtos heeft aan mij die dingen opgedragen, terwijl hij zei dat het Smerdis, de zoon van Kyros was, die degene was die die dingen, die opgedragen had om die dingen tegen jullie te zeggen. En dan valt natuurlijk bij iedereen het inmiddels niet meer bestaande kwartje. En daar gaan we dan zo meteen mee verder.